Hier is het alweer begonnen, in het oude gebouw van de Frieslandbank in het centrum van Drachten. Het gebouw is hier leeg, doet Andrea Jager van Snits het horenlierlien in het eeg krijgen. Zij had er een bedrijf sammelgebouw van maken, maar dan wel krekt oors als oors. Dus ik zie gewoon uit pand, ja, wat heeft dat voor uitstraling, ja, wat voor merken is er in die betreffende plak. En voor Drachten weer financieel hier het beste thema. En die thematische koppeling van bedrijven had ervoor zorgen dat het gebouw samar vol ziet. Het gebouw is opdeeld in 15 kantoren en ze worden alle keer gebruikt. Het concept is zo'n succes dat er zo'n kwad een tweede vestiging in Ljouwert is. Daar zei de IAG Goeden hier Lintz in de eigenaar dat ze twat redden van het gebouw net meer nodig hierna. Dus dan ga je op zoek naar oplossingen. Eerst kijk je in de markt hier. Maar de markt is hier dusdanig slecht. Ik ben niet zo van het slechte, maar in ieder geval minder als in de rest van Noord-Nederland. Dat je wel even achter je oren krabbelt. En dus is de gearworking zocht My More, het bedrijf van Andrea Jager. Die site liep wel eens net zomaar ja, het zin een gebouw. Het moet wel een bepaalde eerste voldwaan. Ja, de locatie. Zit het in het centrum? Heeft het goede parkeergelegenheid? Het is ook heel belangrijk bij zo'n plan van kan ik het goed indelen. Hè? Dus ook als ik het skikmaatje wil voor Lietse ondernemers, ken ik makkelijk scheidingswanden tussen en dat soort dingen. En dat stiet bij dit gebouw wel goed. Het stiet in het centrum en er is genoeg ruimte om nieuwe kantoren te maatsen. Maar voordat het safier is, moet er nog mooi wat werk verzetten worden. De eigenaar verneemt nu al dat de belangstelling voor het gebouw toeneemt, nood moorden met waande is. In de basis is het niet makkelijker, maar doordat we er meer aandacht aan geven, of Moor geeft er meer aandacht aan, is het eenvoudiger om op te knippen. Dus wij knippen en plakken de panden op in kleinere units en dan zie je ineens dat de interesse voor een dergelijk pand weer toeneemt.